Bohemian stijl kun je gebruiken in je interieur, kleding of zelfs als leefstijl. Maar wat houdt deze stijl precies in en waar komt hij vandaan? Namaste, ik ben Janine van Spiru. Bohemian is een stijl die ontzettend lijkt op de hippie-stijl uit de 60s. En heeft zich vooral ontwikkeld op het vrije Ibiza. Maar waar is het eigenlijk begonnen? Het woord Bohemian komt van het Franse woord bohémien. Dit werd gebruikt voor de zigeuners, of Roma, die naar Frankrijk kwamen. Het landloze volk kreeg deze passende naam omdat het in het Frans niet burgerlijk betekent. De zigeuners streefden de op dat moment heersende cultuur in Frankrijk niet na. Ze gingen voor creativiteit, individualisme en vrijheid, in plaats van het materialistische leven. En dit is nog steeds in de stijl terug te zien. En Bohemian als kledingstijl, de boheemse kledingstijl van de zigeuners, werd overgenomen door kunstenaars, alternatievelingen en allerlei groepen die vrij wilden denken. De boho-stijl, zoals we die nu kennen, lijkt nog steeds veel op die van toen. Veel drukke prints, een wijde en nonchalante fit, lange rokken, veertjes en symbolen. Tegenwoordig hebben we hier nog wat toevoegingen aan gedaan, van bijvoorbeeld gilets, laarzen en hoeden. De Bohemian stijl wordt ook echt als festivalstijl gezien. En een van de meest bekende festivals waar deze stijl volop terugkomt is bijvoorbeeld de Amerikaanse Coachella. Veel opvallende sieraden is echt een kenmerk van de Bohemian stijl. Veel ringen om al je vingers of grote opvallende ringen met edelstenen horen echt bij deze stijl. Ook het mixen van verschillende armbanden met kleurrijke kraaltjes of hangertjes en het dragen van lange kettingen, zoals mandala-kettingen, zijn typisch boho. De grote, zwierige oorbellen, vaak met veertjes of mandala's, zeker niet te vergeten. De Bohemian interieurstijl is net als de kledingstijl evenmin alledaags en doorsnee. Bohemian meubels en accessoires zijn vaak gemaakt van natuurlijke materialen, zoals hout en rotan, maar ook bijvoorbeeld jute en zeegras. Ook is het heel kenmerkend om verschillende kleuren en patronen te mixen. Typisch voor deze stijl zijn veel decoratieve elementen. Zoals bijvoorbeeld wandkleden met mandala's en andere kleurrijke prints. Maar ook de dromenvanger is een van de eerste dingen die bij mensen opkomt als ze aan een bohemian interieur denken. Maak de ruimte af met opvallende planten, bohemian kussens en edelstenen. En voilà! Hoe leef je volgens de bohemian leefstijl? Wat vaak samengaat met de boho-stijl is het aarden en genieten van de natuur. Gezond eten en je spiritueel ontwikkelen. Uiteindelijk draait het om een vrij, gelukkig en onbezorgd leven. Wat vind jij van deze vrije, hippie-achtige stijl? Laat het mij weten in de reacties onder deze video. Wil jij nog meer zinvolle tips en tricks, informatie niet missen? Abonneer je dan op ons kanaal. Namaste.